Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Wat een slechte weersverwachting was dat voor vanochtend. Wat een enkele bui, daar hadden we rekening mee gehouden. Maar die uitgebreide schaal neerslag, nee, dat stond niet in onze weersverwachting. Flink wat regen, vanuit Duitsland over het midden van het land richting het noordwesten. En daar hebben we eigenlijk nu nog steeds mee te maken. Het regengebied trekt langzaam noordwaarts. En die neerslag was dus niet voorzien. Ook wat onweer her en der, maar dat viel in Nederland allemaal mee. En waarom is die weersverwachting nou zo lastig? Nou, dat laat deze weerkaart eigenlijk zien. De witte lijnen, dat zijn de lijnen van gelijke luchtdruk. En als ze dicht bij elkaar liggen, dan waait het flink. En als ze heel ver uit elkaar liggen, dan is het bijna windstil. En daar hebben we nu mee te maken. Er is heel weinig wind, er is heel weinig stroming. Maar de lucht is wel warm en vochtig. Dat betekent eigenlijk dat we een hele grote kookplaat hebben. En dat we daar een paar druppeltjes ergens op gooien. Maar we weten niet op welke plek ze beginnen te stuiteren en beginnen te verdwijnen. En die stuiterende druppeltjes, dat zijn dan de buien. Dus dat maakt het heel moeilijk. Komen de buien juist boven Nederland of toch net buiten onze grenzen in Duitsland? Dat is de uitdaging waar we deze dagen steeds mee te maken hebben. En dat geldt eigenlijk ook voor het weekendweer. Dus ik ga zo meteen vertellen wat het in het weekend gaat worden. Maar laat duidelijk zijn, dat is wat ik nu denk. En daar kan best dus wel wat in gaan veranderen, want er zijn tientallen weermodellen en die rekenen het toch allemaal net wat anders uit. Maakt het wel uitdagend voor mij, maar ook lastig. Vanavond nog een enkele verspreide bui. Hoeft niet per se in het oosten, kan ook in het noorden of zuiden. Het is een enkele lokale bui. Op de meeste plaatsen droog. Heel af en toe zon en temperaturen zijn best aardig. Zo'n 20 tot 22 graden. Dus je kunt nog even buiten zitten. In de nachtelijke uren daalt de temperatuur dan tot 16 graden, ook dan een plaatselijk buitje, want het is verder ook rustig weer met veel wolken en met die wolken beginnen we dan ook het weekend, de zaterdag. In de ochtend verwacht ik veel bewolking, plaatselijk een buitje. Later op de dag komen er meer gaten en morgenmiddag dan schijnt van tijd tot tijd de zon. De temperatuur begint dan snel op te lopen. In de ochtenduur is het 18 tot 20 graden en in de middag wordt het dan 20 tot 23 graden aan zee en 25 tot misschien zelfs 28 graden in het binnenland. En bij die hoge temperaturen komen we weer op die kookplaten uit. Dan kan er her en der een stapelwolk uitgroeien tot een regen of onweersbui. Dus hou morgenmiddag wel de paraplu bij de hand, want er kan best een bui vallen. Maar op uitgebreide schaal, zoals vanochtend, dat verwacht ik niet. Een enkel buitje morgen. En dat geldt eigenlijk ook voor de zondag. Kan het niet helemaal droog beloven? Maar de meeste modellen geven toch aan dat de lucht iets minder warm wordt? 20 tot 26 graden. Daardoor is er wat minder energie in de lucht. En dat maakt de kans op een bui kleiner. Dus een grotendeels droge zondag met een geregeld zonneschijn. Maandag een enkele bui, dan neemt de wind toe, komt er over het koudere lucht het land binnen en dinsdag dan voelen we dat echt, dan wordt het 16 tot 20 graden. Dat zijn de minima zo'n beetje van komende nacht, dat zijn dinsdag de verwachte maxima. En is het dan helemaal gedaan met het zomerweer? Nou, na die duidelijke daling richting de dinsdag geven we de weermodellen aan dat het daarna weer omhoog gaat richting de 20 tot 25 graden. Dus een klein dipje halverwege volgende week en daarna zou de temperatuur weer omhoog moeten gaan. Maar eerst dit weekend, zomerse temperaturen, maar niet dus altijd zonnig. En houd rekening met die enkele bui. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.